Anderlecht laat geen steken vallen en oud-Heverlee Leuven verliest de greep op de titelstrijd. U ziet het in Lotto Super League Rewind. Puzzelwerk bij Anderlecht tegen Racing Genk. Laura de Loze is geel geschorst, Laura de Neve en Marie Minnaert geblesseerd. Minnaert zal met een kruisbandletsel waarschijnlijk tot het einde van het jaar oud zijn. Vorige week won Paarswit met 1-3 van Racing Genk. Maar vrijdagavond was de eerste kans wel voor de Limburgers. Goeie voorzet van Van Zijr. Duisters lijkt te verrast om te scoren. Dan is het aan Anderlecht. Thornton vindt Fatafu. Van Zijst komt goed uit. Een eerste prikje van de thuisploeg en enkele minuten later nog een prik. Net voor het kwartier op een tegenaanval. Jacobs naar Thornton. Die krijgt iets te veel ruimte en schiet knap in de verste hoek. 1-0. Mooi doelpunt van de Amerikaanse spits van Anderlecht. Genk met een antwoord via corner. Prima aangesneden door Van Zijr. Duisters komt net te laat. De beste kansen zijn toch voor Anderlecht. Consol stuurt prachtig Thornton in het laantje. Die heeft haar tweede aan de voet, maar deze keer schiet ze naast. Naar de overkant dan. Met een goede voorzet van op rechts via Petri. Met wat geluk tot bij Pauwels. Die schiet. De bal wijkt af op Van Wijnsbergen en verzeilt zo in doel 1-1. Odeurs geklopt, al is het toch vooral pech voor Anderlecht. Dat ziet ook een aandachtige Patrick Wachel. Genk komt fel uit de kleedkamer, maar echt grote kansen levert dat niet op. Anderlecht dan is Wijnands met veel ruimte naar Jacobs en die legt beheerst binnen haar 17e van het seizoen. Ze is zelf ook 17, leuke parallel. Ik doe elke training mijn best en op de matchen ook en ik geef mijn bijdrage aan de ploeg. Maar het lukt wel goed. Hè. Je hebt je direct wel je draai gevonden bij die Anderlecht. Ja, dat komt ook door de speelsters, door de ambiance. En ze geven mij veel vertrouwen en dan kun je goed voetballen in dit team. En dat team stoomt door. Fatafu met de vrije trap. Colson komt naast. We blijven bij de thuisploeg. Wijnands met wat ruimte net buiten de 16. Die moet je haar natuurlijk niet geven. Strak schot en 3-1. Mooi doelpunt van Sarah Wijnands. De ontgoocheling bij Racing Genk is groot. Ik denk dat dat nu vooral een domper is. Ik denk misschien binnen 2 dagen gaat dat wel iets positiever gaan zijn. Maar het is gewoon jammer, want allez, je deed mee in de strijd. Oké, we moeten ook wel realistisch zijn. Hè? De kampioenschap, daar ga ik me niet over uitspreken. Maar het is jammer dat het nu zo'n beetje wegvalt. Maar ik denk gewoon, ja, nu focus op de volgende wedstrijd en die mooie bekerfinale dan mogen spelen natuurlijk. De laatste kansen van de wedstrijd zijn wel nog voor Genk. Maar eerst Duisters. En daarna de ingevallen Djuga komen niet meer tot scoren. Zo blijft het 3-1. Anderlecht wint, zij het zonder veel sprankelend voetbal. Ik heb ooit bij Gent 2 jaar het meest sprankelende voetbal gespeeld van onze competitie, maar we hadden geen prijs op het einde van het seizoen. Dus ik denk dat dat in deze fase dat niet altijd nodig is. Hè. We moeten proberen ons spel te spelen, want dat is onze sterkte, het goed voetbal. Maar als er moet geknokt worden en er moet even fighting voetbal zijn, dan moeten we dat ook op de mat kunnen brengen. Bij Genk zijn ze teleurgesteld over de gemiste kansen en de scheidsrechter. We doen ook heel week trainen, we moeten ook hard werken. We zijn op een 4 uur weg. Ja, fluit eerlijk, is er geen probleem. Wij kunnen 2-1 maken, fluit die gewoon af. Die bal buiten geweest is, is hij gewoon niet buiten geweest. Ja, en het tweede punt, iedere fout op halve de tegenstand, dan krijgen we geen vrije trap mee. Ik snap dat niet, echt niet. Een week na de interessante play-off 1-clash tussen Oud-Heverlee Leuven en Standaard keken de twee ploegen elkaar weer in de ogen. Nu in Luik en na de 3-2-nederlaag in de heenmatch aasde Standaard op een revanche. En dat blijkt al van bij aanvang. Na een kwartier levert dat zelfs een eerste doelpunt op. Gelders, die alweer zal uitblinken, gaat voor haar kans. Die wordt nog gepareerd, maar Blaven is goed gevolgd en maakt knap af 1-0. Ella van Kerkhoven probeert het even later voor Leuven. Maar de bezoekers pakken het gewoon te rommelig aan. Ook de Rochettes blijven gevaarlijk in hun zoektocht naar de 2-0. Eerst met een vrije trap. Von probeert daarop Merkelbach te bedienen. Maar die kadreert haar schot niet zuiver genoeg. Gelders is in de daaropvolgende corner betrokken. Maar ook zij heeft problemen bij het vinden van het doelkader.
Net voor de rust krijgt OHL de kans om gelijk te komen, maar ze benutten ze niet. Het staat 1-0 halfweg de partij. Na de pauze gaat OHL op zoek naar de gelijkmaker. De paal staat in de weg. Er komen ook nog kansen voor Standaard, voor Merkelbach bijvoorbeeld, maar scoren lukt voorlopig niet. OHL jaagt de gelijkmaker na, maar het team van Jimmy Coenraad speelt te krampachtig en mist efficiëntie voor doel. De actie van Van Dijk typeert het spel van de Leuvenaars. OHL geeft wel niet op en haalt alles uit de kast, maar de scherpte ontbreekt. Ook de Truijer geeft bij een lange bal van Everaar niet thuis en dan wordt het moeilijk om punten uit de brand te slepen. Het heikelpunt van OHL in deze play-offs. Op het einde van de reguliere tijd zijn er nog twee vrije trappen van Van Belle, maar Leuven's doelgevaar leveren die niet meer op. In de toegevoegde tijd toont Daman dat ze vorige week goed naar Everaar heeft gekeken om seconden te pakken. Het verandert allemaal niks meer aan de stand. Standaard wint met het kleinste verschil. Leuven verliest alweer kostbare punten en moet stilaan beseffen dat winst in de clash met Anderlecht wellicht niet zal volstaan om de titel te pakken. Ik denk dat er langs beide kanten niet heel veel kansen zijn geweest. En dat wij één fout maken dat die eigenlijk duidelijk wordt afgestraft. Ik denk dat de wet van efficiëntie is. Ik denk dat als je in de eerste helft dat moment niet meemaakt, is de wedstrijd op 0-0 eindig. Ik denk dat zowel Standaard als wij heel weinig kansen hebben gehad, weinig uitgespeelde momenten hebben gehad. Maar goed, je maakt die fout en dat wordt duidelijk afgestraft. Het is een objectief om te blijven met u, maar onze revanche, nee, het is geen revanche. We hebben la semaine dernière contre Louvain. On est battu, on sait pourquoi on est battu. Aujourd'hui, sur un terrain difficile, mais les joueuses ont tout donné en termes d'engagement. On s'est créé des occasions aussi en première mi-temps, où avec un peu d'efficacité, on peut mener 2-3-0, comme Louvain la semaine dernière, puisqu'on a deux phases arrêtées où Louvain marque la semaine dernière. Nous, on manque d'efficacité à ce niveau-là. Mais je ne peux que féliciter mes joueurs pour tout ce qu'elles ont donné en termes d'énergie, de courage, de solidarité. Et c'est ce qui fait notre force cette année. On a vraiment été des guerrières pendant tout le match. Et je pense que ça s'est vu, on a gardé le zéro. Et à la maison, c'est toujours plus compliqué. Ici, on est invaincu à la maison pendant les playoffs. Et on va essayer de garder ça jusqu'à la fin de saison. Vorige week speelden Gent en Club Poitiers nog 0-0 gelijk, maar Gent won nog altijd niet in deze play-offs en het wilde graag een einde maken aan die magere reeks. We spelen bijna 20 minuten als Van Britsom de bal op het hoofd van Maximus schildert, die mooi overhoeks binnenknikt. Club is goed aan de partij begonnen, maar het komt toch op achterstand. De thuisploeg reageert onmiddellijk. Amper twee minuten later ontbindt Ousraoui haar duivels. Mooie dribbel naar binnen en dan geweldig uitgehaald. De bordjes hangen weer in evenwicht. Club Poitiers blijft de betere ploeg. Boutjebi en Ousraoui zijn even van kant gewisseld en ook dat zorgt voor gevaar. Ousraoui vol vertrouwen naar dat doelpunt met een schotje, te makkelijk voor Maas. Het gevaar blijft van de flanken komen bij de thuisploeg. Ousraoui kopt met wat meevalt tot bij Matafkova en die legt de bal heel beheerst binnen. Brugge zo dik verdient op een 2-1 voorsprong. Voor Matafkova is het haar achtste doelpunt van het seizoen. Bij Gent gaat het achterin soms moeilijk om uit te verdedigen. Guns en Matafkova kunnen zo nog eens uithalen, maar scoren lukt ze niet. We gaan rusten met 2-1 op het bord. Het duurt wat eer de wedstrijd weer op tempo komt in de tweede helft. Gent komt na een tik uur met het eerste doelgevaar. Bosteel trapt wild over. Hier zat meer in. Het is het sein voor Brugge om er ook nog iets van te maken. Boutjebi zet voor, Ousraoui ziet Guns. Elin werkt de bal ijzo na in eigen doel. We zien vooral veel middenveldspel in de tweede helft. Club behoudt de controle en komt er af en toe nog eens uit. Boutjebi trekt naar binnen. Haar plaatsbal treft de lat. In het slot probeert Gent nog wel te dreigen via enkele hoekschoppen, maar Gents hoofd wordt niet meer gevonden. Club wint de wedstrijd met 2-1. It was hard because we conceded first, but I'm proud of my team that we kept going and we turned the game on our side. So we wanted to score the third goal to make it clear.
we don't have to have a pressure in the end, but yeah, we fought and we have the victory. We zijn er eigenlijk vandaag te laat doorgekomen. De eerste helft waren we te plat, te passief. Brugge heeft gewoon het eerste kwartier veel meer laten tonen dat zij wel willen winnen. En dat is onder de rust ook meegedeeld. Er was niets te verliezen. We stonden 2-1 achter. We hebben ook kunnen scoren. En dan zag je wel dat we echt wel gestreden hebben die tweede helft. Maar helaas hebben we niet kunnen afwerken. Gent zit ook met wat blessureleed. Meersman en Retzijn werden vroegtijdig naar de kant gehaald. En dat is een slechte timing, net voor de midweekspeeldag. Met Fran Wisse, dat was half onzeker voor de wedstrijd al. Dus daar moesten we een keuze maken, starten of niet. Dat is dan fout afgelopen de eerste helft. En dan bij Nena was het een tackle op de enkel. Gewoon volledig omgeslagen. Het wordt nog puzzelen richting de volgende wedstrijd. Ja, en dat is al dinsdag. Dus we gaan goed moeten kijken hoe en wat. Maar goed, we hebben een goede medische staf en fysieke coach bij. Dus we zien wel wat er van maken nog. De uitslagen van de zesde speeldag in play-off 1. Winst voor Anderlecht tegen Genk 3-1 en winst voor Club YLA tegen Gent 2-1. Belangrijk verlies voor Oud-Heverlee-Leuven bij Standaard 1-0 en play-off 2. Charleroi, Zultewaregem werd 1-2 en KV Mechelen haalde zwaar uit tegen Eendracht Aalst 6-1. Het lijkt er in play-off 1 sterk op dat de paarse volgen gaan vliegen is, want de voorsprong op Oud-Heverlee-Leuven bedraagt nu al 4 punten. En de Leuvenaars moeten ook achteruit kijken, want Standaard zit hen op de hielen. En in play-off 2 heeft SCV orde op zaken gesteld. Ze hebben al 6 punten voorsprong op White Star. Morgen en overmorgen staat matchdag 7 op de kalender. Wij zitten woensdagavond live bij Anderlecht Standaard. En donderdag is er een nieuwe LSL Rewind. Tot dan!